Paarden gaan op weg naar de laatste bocht. En nog altijd leidt Hampshire Boko met een lengte voorsprong. Daarachter zijn ze allemaal aan het finish rijden. Iedereen probeert te komen, ook door het derde spoor. En zo gaan ze de laatste bocht in. Hampshire Boko leidt. Eva Hallink ligt tweede. Zo gaan ze door de laatste bocht heen. Daarachter El Salsa. En inmiddels zijn ze halverwege de laatste bocht. Nog altijd diezelfde posities in de laatste rechte lijn. Hampshire Boko aan de leiding. Hampshire Boko met de lengte. Aan de buitenkant komt Eva Hallink. Daar komt ook El Salsa. Eva Hallink gaat het proberen. Eva Hallink aan de buitenzijde komt dichterbij. Het is Hampshire Boko. Eva Hallink op weg naar de streep. Er zit niks tussen. Op de streep is Hampshire Boko sneller dan Eva Hallink. Omdat Eva Hallink de neus naar rechts steekt. Dat kost hem de koers. Plek 3 daarachter is voor Ruud Pols. Dancing Noble. Schitterende krans. 2500 euro aan de winnaar. Dat is een mooie. Misha, gefeliciteerd. Even naar de kamer. Je hebt het hoofdnummer te pakken. En ik heb het idee dat die in die serie ook wel lekker ging. Ja, zeker weten. Ik wou niet alles uit te moeten halen. Want het is nog een jong paard. En ik dacht, nou, derde plekje, dat is dat vast. Mooi nummer. Dus ik denk niet alles uit te halen en wachten tot de finale. Ik heb het idee dat Sonja Rietkonen gewoon op een gelukkig moment kwam. En dat hij toch op een of andere manier, het is een vrij grote jongen, de tijd nodig heeft gehad. Ja, zeker weten. Ik heb ook altijd gezegd, hij is een slap. En hij wil altijd wel. Alleen het laatste stukje was altijd een probleem. En nu is hij wat ouder en doet hij het wel. Compliment aan de trainer dat hij heel is gebleven. Ja, zeker weten. En vertrouwen heb gehouden. Ja, heel mooi, jongen. Mooie succes voor Hampshire Boko. Die hier dus de vrienden van de Wietse en de jongens van de Wietse Meter prijs op zijn naam weten schrijven. De stoeltjesklok voor Misha Brouwer wordt op dit moment overhandigd door naasten van de Wietse. Ik wil er nog niet aan, ik kom nou terug met die stoeltjesklok. Het is een moderne klok. Op de juiste moderne klokkendag. Goed. Vader en zoon gaan zo dadelijk even van sitje wisselen. En dan gaat Misha zijn lange ereronde maken achter Hampshire Boko. Paard met blauw bloed. Paard ook met een waanzinnige uitstraling. Alleen hij was er nog niet aan toe als jong paard. Al leek het wel zo. Maar het oogsten lijkt te kunnen gaan beginnen. En dit is denk ik een grasbaanpaard in de dop. En meer dan dat. Dan gaat Misha Brouwer, dames en heren, voor een lange ereronde. Hij wint vandaag het hoofdnummer. Hij pakt de moderne klok. En u kunt in handen voor de vrienden van de Wiets. De jongens van de Wiets en Meterprijs. Hampshire Boko, Misha Brouwer. Paarden gaan naar de baan toe. Start gevallen. En iemand heeft heel goed opgelet, Niels Jongejans, want die had daar een bliksemstart aan de binnenkant met Hotshot Rob. Hele mooie korte draai en die gaat als eerste op weg naar de bocht. Hotshot Rob leidt, daarachter de andere paarden die positie hebben gekozen. En er komen PD-kleuren aan de buitenzijde naar voren en dat is Hampshire F. Boko. Paarden gaan de bocht door en een van de deelnemers springt daar. En dat is Hampshire F. Boko. Nee, Hotshot Rob, die komt op het middenterrein terecht. Hotshot Eén Rob. Uitgeschakeld, 1. Leek wat krap te gaan, maar dat zal het comité ongetwijfeld nog naar kijken als dat het geval was. En de leiding is in handen van Hampshire F. Boko. Daarachter op de tweede plaats volgt Eva Hallink. Derde aan de buitenkant is El Salsa. Vierde aan de relingzijde Budweiser DF. Vijfde is Chakaka. Op de zesde plaats daarachter Dennis Minema. Die rijdt Donata Groenhoff. Daar ligt hij er mooi in. En daarachter in het tweede spoor volgt dan John Dekker met Cha-Cha-Cha. Dan zijn de paarden in het achterveld aan de beurt. Er zijn er nog maar twee achter Cha-Cha-Cha. Deelnemers komen achter de tent vandaan. Achter Cha-Cha-Cha ligt nog Ruud Pols met de 8. Dat is Dancing Noble, de favoriet. En de laatste plaats is voor Sessa.
Zo gaan de paarden de linkerbocht opzoeken en de leider blijft daar Hampshire F. Boko. Hampshire F. Boko die gelukkig aan de kop kwam. Hampshire F. Boko leidt. Zo gaan de paarden de linkerbocht door. El Salsa op plek 2. Derde plek daarachter is voor Eva Hallink. Galopaarden voor Budweiser DF. Het favoriete biermerk gaat van de benen. Budweiser en ligt nu op achterstand. En zo komen de deelnemers in de rechte lijn voor de tribune. En daar is het veld redelijk compact. De leider blijft dezelfde, Hampshire F. Boko. En als de paarden de finish passeren, hebben ze nog één volledige ronde te gaan. Hampshire F. Boko leidt op de tweede plek aan de buitenkant El Salsa. Wat gaat hij sterk met die liefhebber Willem Steur. Daarachter aan de relingzijde volgt Eva Hallink. Ook die ligt er heel mooi in. Vierde plek daarachter aan de relingzijde is voor Cha Cha Cha. En vijfde aan de buitenkant is Chakak. Ja, tja 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 en tjakkaka, dan heb je wat. Daarachter volgt in het tweede spoor en die gaat nu ook netjes mee naar buiten, Dancing Noble. En zo gaan de paarden op weg naar de laatste bocht. En nu krijgen ze ineens allemaal haast. Paarden gaan op weg naar de laatste bocht. En nog altijd leidt Hampshire F. Boko met een lengte voorsprong. Daarachter zijn ze allemaal aan het finish rijden. Iedereen probeert te komen, ook door het derde spoor. En zo gaan ze de laatste bocht in. Hampshire F. Boko leidt, Eva Hallink ligt tweede. Zo gaan ze door de laatste bocht heen. Daarachter El Salsa en inmiddels zijn ze halverwege de laatste bocht. Nog altijd diezelfde posities in de laatste rechte lijn. Hampshire F. Boko aan de leiding. Hampshire F. Boko met de lengte. Aan de buitenkant komt Eva Hallink. Daar komt ook El Salsa. Eva Hallink gaat het proberen. Eva Hallink aan de buitenzijde komt dichterbij. Het is Hampshire F. Boko. Eva Hallink op weg naar de streep. Er zit niks tussen. Op de streep is Hampshire F. Boko sneller dan Eva Hallink. Omdat Eva Hallink de neus naar rechts deed. Dat kost hem de koers. Plek 3 daarachter is voor Ruud Pols. Dancing Noble.